Oh, kutje. Hoi. Leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. Ik ben Brittany Bravard en als je dat nog niet weet, dan weet je dat nu. Ik denk dat dit een van de meest aanstellerigste, maar ook toch enge video is die ik ooit ga maken. Want wat ga ik doen? En je ziet het al aan de titel. Ik ga mijn haar afscheren. Ik ga lekker kaal. Bald bitch. Ah. Het is zo stom, want ik heb deze gedachte eigenlijk sinds, nou ja, niet per se sinds Lotta, maar Lotta heeft haar afgeschoren. I am done. En dat vond ik fantastisch daar, maar ja, Lotta is een meisje, dus het is ook weer een soort van vrouwen horen dat niet te doen. Dat is de gedachte, maar dat slaat nergens op, want je moet gewoon doen wat je zelf wil. En ik heb mijn haar eigenlijk altijd lang gehad. En ja, ik weet dat mijn haar niet heel erg lang is, maar voor mij is het lang. Dus... dankjewel. Vroeger had ik het wel altijd kort, maar nu heb ik lang. En ik ben 23 jaar en ik merk heel erg aan mezelf dat ik hier, ik begin kaal te worden. Dus ja, dat is een van de onzekerheden die ik een beetje heb. En ik heb zo'n gevoel van, als ik nou mijn haar afscheer, dat het misschien wat meer onopvallender is. Misschien is het juist meer opvallend, maar I don't give a fuck about that. En iedereen zegt ook elke keer tegen mij, Brittany, zou dat, ga dit doen, niet doen, dat is jammer voor je haar. En ik vroeg het ook aan een aantal kijkers, van, moet ik mijn haar afscheren? En heel veel mensen zeggen toch, nee, niet doen, niet doen. En ik heb zoiets van, waarom? Ik heb het altijd een keer gewoon willen doen, een keer zelf mijn haar af willen scheren. En vandaag is het de dag dat ik het ga doen. En ik vind het zo eng. Ik ben vooral bang met het feit dat ik een tering groot hoofd krijg zo. En ik ben vooral bang dat het mislukt, waardoor ik hele gekke strepen ga krijgen van mijn haar. Maar goed, we gaan het denk ik maar gewoon proberen. En als het niet goed is, dan is het jammer. Als je een keer iets wilt doen, doe het dan ook. Als het fout gaat, so be it. Het is niet het einde van de wereld. En leer van dat moment en weet dan, het is maar haar. Think outside of the box. Oké, ik moet even dat ding pakken. Waarom vind ik dit zo eng? Ik vind het zo eng. En er is ook niemand die me hierbij kan helpen. Oké, fuck die shit dan maar. Ga ik eerst met mijn zijkant beginnen, gewoon puur om het feit dat het dan... Ah, tering. Oh my god, ik doe het. Ah, ben bezig. Ik ben het aan het doen, ik vind het zo... What the fuck? Ik voel me net Britney Spears. Oké, gaan we weer. Ik hoop ook dat hij aan blijft. Oh, ik vind het eigenlijk best wel... Het is aan de ene kant best rustgevend om dit te doen. Ik ben het letterlijk aan het doen, maar nu ik bezig ben, heb ik zoiets van... Het boeit me ook niks meer. Alleen dit is wel een beetje kut. Oh, sorry. Oeps. Er zit nu al overal haar. Oh my god. What am I doing with my life? Ah, je gaat een pluk mee. Oh, wat een lange pluk. Oh, tering, dit is... Oh. Oh my god, I'm doing it. Oh my god, zijn we bezig. Ja hoor, huppatee. Ja hoor, huppakee, daar gaat hij. Doei. Ah, wat heb ik gedaan? Oh my god! Keuzes jongens, keuzes zijn gemaakt. Oh. Dit voelt zo raar. Dit voelt zo raar. Oh my god. Oh my god. Het valt best mee. Het valt best mee, zeg ik nog. Oké, we gaan naar de andere kant. Doei haar. Weet je wat ik zo ook zo grappig vind? Dit is mijn eigen kleur, hè. En vroeger was ik echt volledig rood. En nu, dit is gewoon niet eens rood meer. Dit is gewoon bruin. Ik ben gewoon bruin. Ik kan ook zo gaan. Dan heb ik zo één kant. Oh, kutje. De lengte. Kut. Ik dacht al, ik heb op 3 mm in plaats van op 7 moet hij eigenlijk staan. Nou, dan maar 5. What have I done with my life? Kijk die plukjes die erin zitten. Ik ga stuk. Maar dit is zo fijn. Choices. Ik ben er echt bijna. Als je dit alleen doet, jongen. Ik ben hier al 20 minuten bezig om mijn haar te scheren. Jongens, ik ben kaal.
is het raar? Maar weet je wat zo stom is? Het is zo stom. En echt, ik zit er nog maar, ik denk, een paar dagen over na te denken van ik ga het gewoon een keer doen. Ik ga het gewoon een keer doen. En nu heb ik het gedaan en ik was bang voor iets wat niet, helemaal niet zo erg is. En ik vind het wel wat hebben. Je moet het alleen iets beter doen, want ik merk dat er toch een paar haartjes iets langer zijn dan de andere. En nu ben ik kaal. Maar je kan echt zien dat ik hier echt kaal begin te worden. Echt aan mezelf. Het is hier gewoon veel dunner haar dan dat ik op de achterkant van mijn hoofd heb. Maar het voelt zo lekker. En weet je wat het chillen is? Ik hoef gewoon niks te doen aan mijn haar. Soms ga je naar de kapper. En dan ben je naar de kapper geweest en denk je echt, oh my god, ik moet niet meer leven. Maar dat gevoel heb ik dus niet. Dan ben ik helemaal zo'n badass. Maar wat is het moraal van dit verhaal? Als je echt iets wilt, doe het. En gaat het fout, leer je ervan. En als je haar wilt knippen, knip je lekker je haar. Welkom back to my channel. Nou, hartstikke bedankt voor het kijken. Geef alsjeblieft een duimpje omhoog als je mijn haar tof vindt. Als je het niet leuk vindt, doe dan ook een duimpje omhoog. I don't fucking care trouwens, want ik vind het nu dat ik denk, ik ben er blij mee. En meningen van andere mensen boeien me gereed. Ook omdat ze het al zeiden van, doe het niet. En ik ben echt blij dat ik het gedaan heb nu. Dus hartstikke bedankt voor het kijken. Laat een leuke reactie achter en tot de volgende keer. Doei! Dit staat op mijn hoofd. Doei. Tata. Ja, ik moet nu natuurlijk alles gaan opruimen.